Dames en heren, in Nederland heeft de helft van de mensen overgewicht, waarvan zelfs 12% ernstig overgewicht, obesitas. Dat kan weer leiden tot allerlei ellende, hart- en vaatziekten, kanker, depressie. En de huidige aanpak daarvan voldoet niet. Ja, zou je zeggen, we moeten gewoon allemaal wat minder eten, wat meer bewegen. En eerlijk gezegd heb ik dat een aantal jaren ook wel gedacht. Maar wat als ik nu zeg dat er ook wel andere oorzaken zijn? En als voorbeeld wil ik stellen een man die bij ons kwam in het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam. Die was al vanaf zijn tweede jaar veel te dik, extreme eetlust. Die at alles wat los en vast zat. Ook bevroren spinazie zo uit de vriezer, alles at hij. En wat bleek, werd bestempeld als vraatzak altijd. En wat bleek, hij had een kapot verzadigingsgevoel in zijn hersenen. Dat bleek een afwijking te zijn in de genen. Dus ja, daar moet je rekening houden met de behandeling, want dat dan werkt even gewoon gaan diëten, werkt dan niet. Ja, zou je zeggen, nou dat is heel erg zeldzaam. Nou, dat valt nog wel mee. Het is wel zeldzaam, maar toch bij een bepaald aantal percentage van de mensen met obesitas komt dat voor. Daar moeten we dus mee rekening houden met de behandeling. Ander voorbeeld. Stress in de maatschappij is enorm toegenomen. Mensen allen zijn veel gestrester, we slapen korter. En als resultaat daarvan maken we meer stresshormonen aan. Cortisol is een hele belangrijke. En wat doet dat cortisol als je dat heel lang hoog hebt? Dan krijg je meer buikvet en je krijgt trek in calorierijk eten. Dat heeft ook weer tot gevolg dat je obese kan worden. Tegenwoordig kunnen we stress ook heel goed meten. We meten dat tegenwoordig kunnen dat in hoofdhaar meten. Echt een goede lange termijnswaarde voor stress. En dan vinden we ook dat bij de obese vinden we veel hoger, gemiddeld genomen, veel hogere stresshormoonwaarden. Geldt niet voor iedereen, dat is per individu een beetje verschillend. Maar wat dacht u ook bijvoorbeeld van stress uit een potje? En daar bedoel ik mee dat heel veel mensen in Nederland gebruiken bijvoorbeeld puffertjes of crèmes of neusspray waar corticosteroïden in zitten. Corticosteroïden, dat is gewoon een zusje van je eigen stresshormonen. Heeft dezelfde effecten van je omdat je meer buikvet maakt, meer krijgt in eten. En ik had als voorbeeld bijvoorbeeld ook, daar was een man die kwam op mijn spreekuur. Die at heel gezond en het lukte niet om af te vallen. Maar die smeerde zich elke dag in met hele lage crème. En ja, als je dat niet onderkent en eerst kan vervangen, dan kan je ook niet zo makkelijk wat aan het overgewicht doen. En ook daarvan zou je misschien denken, ja, maar waar komt dat nou weer voor dat iemand zich ondersmeert met zo'n crème waar dat in zit? Maar ruim 2 miljoen van de Nederlanders gebruikt zo'n soort verborgen dikmaker. En dit is misschien wel in extreme mate, maar in lichte mate komt het heel erg veel voor. De bottom line is eigenlijk dat we bij deze obesitasproblematiek eerst moeten kijken wat is bij dit individu de oorzaak en dan pas in gaan steken op de behandeling. Dus maatwerk leveren. En dat maatwerk leveren, dat is ook iets wat voor andere disciplines misschien kan gelden. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, daar zijn we ook veel meer. Maatwerk, eindexamens op maat, honors class. En dat denk ik dat belangrijk is voor de toekomst en ook voor de toekomst van de geneeskunde. Ik denk dat het heel belangrijk is om met andere disciplines te blijven samenwerken en meer samenwerken en van elkaar te leren. En dat zijn ook dingen waarvoor ik me graag in zou zetten bij de Jonge Academie. Hartelijk dank voor uw aandacht.